Alex en ik moeten naar de maan vliegen. Alleen join alsjeblieft even mijn Roblox groep. Want er zit bijna helemaal niemand in. En dan kan je dit hele vette limited edition shirt krijgen. Ik ben klaar om naar de maan te gaan, Jesse. Ik ga je hartstikke erg missen. Ja, oké. Okay, ga maar in de katapult. Doei. Nee. Doei. Je vliegt echt hoog. Nek. Oh, dit is lang niet hoog genoeg, Jesse. Ik ga het ook proberen. Daar ga ik. Dit is echt niet heel erg hoog. Nee, dit was echt niet hoog. Hoe kunnen we hoger komen dan? We moeten een manier vinden om hoger te gaan. We kunnen hier wel allemaal dingen gaan claimen, waardoor we dus meer kracht te krijgen en nog harder kunnen vliegen. Zonnetjes en sterretjes kunnen we verzamelen. Ik denk dat we dat gewoon moeten doen. Oh, ik zag net ook echt heel veel sterretjes toen ik landde. En we krijgen ook geld. Wat we met het geld kunnen, dat weet ik niet. Ik weet het. Wat dan? Een dubbele Big Mac kopen met frietjes. Nee, geen dubbele Big Mac. Dan kan je wat heel kopen? Kipnuggets. Nee, kipnuggets. En dan met die lekkere, met die gele saus. Die vind ik lekker. Maar Jesse, ik hou van kippen. Dan ga ik ze nog niet eten. Alex, hoeveel geld heb jij? Ik heb 13 euro. 13 euro? Kijk. Je kan hier iets kopen voor 10 euro. Met dat geld kan je eieren kopen. Wacht eens even, dat wil ik wel. Gaan we er allebei eentje openmaken? Ik ga er een open. Het is een nootje. Heb jij dat ook? Oh? Ik maak het nootje nu open. Ik heb echt een hele goeie. Wat heb jij? Ik heb een epic hedgehog. Die heb ik ook. Heb je die ook? Okay. Dezelfde. Okay, Dit is letterlijk de beste die je kon krijgen. En hierdoor krijgen we nu waarschijnlijk de beste die je kon krijgen? Oké, ik wil nog een keer vliegen. Alleen ik ben mijn kattenbeeld kwijt. Oh, hier. Waar is mijn hedgehog? Waar is mijn egeltje? Ik ben mijn egeltje kwijt. Dan moet je beter zoeken waar die is. Ik ga nog een keer even kattenpulten. Kijken of ik nu hoger kom. Wow, je moet nu eens proberen te springen. Ik ga al bijna naar de ruimte, Alex. Je kan ook aan de rechterkant zien hoe ver je bent met het gaan naar de ruimte. Maar waar is mijn kattenpult? Ik ben hem kwijt. Daar is mijn kattenpult. Ik zie al allemaal satellieten. Alleen nu val ik weer naar beneden. Dat vind ik iets minder leuk. Hoe ziet de maan eruit van dichtbij? Lijkt hij op kaas? Ik heb de maan nog niet gezien. Ik zag alleen maar satellieten. Oké, nu jij. Ik ga kijken of de maan eruit ziet als kaas. Wow! Ik zie ook allemaal satellieten. Ik kan jou niet eens zien vliegen. Zo hoog vlieg jij op dit moment. Ik zit mega hoog. Maar de satellieten, dat is dat je pas net buiten de aarde bent. Ik ben nog lang niet bij de maan. En het gaat ook best wel moeizaam nu ineens. Oh nee, ik val weer naar beneden volgens mij. Waar ben je? Ik kom net niet bij de satellieten. Je moet uitkijken, want dat naar beneden vallen doet wel een beetje pijn. Ik denk dat we daarom inderdaad al die sterretjes zien. Oh nee, denk je niet dat dat ook is omdat mijn egel dat die pijn gaat leiden strakjes? Nee, de egel die heeft nooit pijn. De egel die kan op zijn prikken vallen. Ja. Ik ben gesponsord blijkbaar door Red Bull of zo. Ik heb 250 euro gekregen voor die val. Hoezo 250 euro? Ik heb maar 144 euro gekregen. Dan kunnen we toch nog meer eieren openen? Geld gekregen. Met dat geld zouden we meer eitjes kunnen halen. Maar wat kun je er nog meer mee kopen? Alex, kom eens naar mij toe. Kijk dit. Hij heeft gewoon een raket. We moeten ook een raket hebben. Ik wil ook zo'n raket. Dat is zoveel meer beter dan wat je normaal kan krijgen. Hoe krijg je die dan? Moet je een raket kopen? We kunnen een raket kopen, maar ik weet niet waar. Ik weet ook niet waar, maar ik zie wel dat je achter jouw huisje, dat je daar nog iets kan kopen. Een soort upgrade, level 2. Level 2? Hoeveel kost dat dan? Ik ga niet erop iets uitgeven. En die kan ik als het goed is unlocken. Oh, en op die manier kan je dus ook die raket krijgen. Ja, daar heb je je punten voor nodig die je de hele tijd aan het verzamelen bent. Als je er 5000 hebt, dan krijg je dus blijkbaar een nieuwe katapult weer. 5000? Wat zijn die punten dan? Die punten zijn die sterretjes die je aan het oppakken bent. Oh, Alex, klik eens op Q. Wat gebeurt er als je op Q klikt? Wat gebeurt dat bij jou? Ik klik er per ongeluk op. Hoe ik dat heb gedaan, weet ik ook niet. Maar ik kan teleporteren. Hiermee kan ik letterlijk alles gaan pakken wat ik wil. Hoeveel sterretjes heb jij? Waar zie je je aantal sterretjes beneden? Ik heb er nu bijna 5000. Hoeveel heb jij er? Ik heb er bijna 4000, maar wat zijn die sterretjes links? Ik heb er maar 29 onder het geld. Ik heb er geen flauw idee wat dat is. Ja, daar heb ik er 36 van. Maar die krijg je dus blijkbaar ook als je dit aan het oppakken bent. Volgens mij zijn dat die megasterren. Ik weet het niet, maar ik wil een raket, want dan kunnen we naar de maan vliegen. Ik ga nog een keer springen. Ik ga kijken hoe hoog ik kom. En mijn egeltje, die zit ook de hele tijd met me mee te lopen. Ik kan hem kopen, die nieuwe katapult. Kan je hem kopen? Yep. Oh, ik heb echt nog lang niet genoeg. Maar heb ik 5000 punten nodig? Ik kan hem niet kopen. Wat moeten we dan doen? Wat punten heb ik dan nodig? Ik weet het. Zullen we anders nog een keer springen? Misschien dat we er dan achter komen. Dat is een heel goed idee. Wat is dit? Ik denk dat je springpunten nodig hebt of zo. Want bij mij staat er nu 0%. Oké, ik ben nu naar Hoop Hoop aan het gaan. Let's go! Ik krijg heel snel. Je kunt nog sneller, Jesse. Ik krijg een boost! Ik krijg een boost!
Alex, ik ga jou inhalen. Nou, ik ga. Oh, ik was bijna bij de baan. Nu ga ik weer naar beneden vallen. Ik ben hoger dan dat ik ooit ben geweest. Ik krijg zoveel geld erbij. Ik heb bijna 1000 euro. Ik boek heel veel geld erbij. We kunnen... Kan jij die katapult al kopen? Jij kan hem gewoon al kopen. Ik kan een raket kopen. Ja, maar ik kan die katapult nog niet kopen. Ik moet eerst nog een keer springen. Let's go. Dan gaan we weer. Je bent zo langzaam ook, hè? Hoezo langzaam? Ik ga niet langzaam. Ja, ik heb al een nieuwe katapult en jij nog niet eens. Daar kan ik ook niks aan doen. Misschien moet ik even iets doen. Ik ga even kijken waar ik nog meer geld aan uit kan geven. Ik snap het niet, want ik kan hem nog steeds niet kopen. Nou. Maar ja, je hebt dus echt die punten nodig van dat je in de lucht gaat. Zeg maar de hoogte waar je in gaat. Oh, de hoogte. Ik ga niet hoog genoeg, want het komt omdat jij meer sterretjes hebt. Oké, dit vind ik niet leuk. Maar ik moet even wat doen, hoor. Ik heb een kitten gekregen. Meen je dit nou? Dat is niet wat ik wou. Ik heb nog een kitten. Hoezo krijg ik alleen maar kittens? Alex, ik heb heel misschien iets gekocht. Ik heb niks gekocht. Nee, ik heb heel misschien iets gekocht. Jij hebt wat gekocht? Ik krijg echt alleen maar stomme pets trouwens in de tussentijd. Twee keer zoveel geld en twee keer zoveel sterretjes. Want ik wil namelijk de beste raket ooit krijgen, zodat ik naar de baan kan. Dat is zo oneerlijk. Dat is niet hoe het spel werkt. Je doet letterlijk pay to win op dit moment. Echt niet? Ik heb een vosje gekregen. Ik heb een nieuwe pet. Die ga ik gelijk aanzetten. Jij doet toch ook pay to win? Want jij hebt allemaal pets gekocht. Kunnen we niet beter eieren kopen? Oh, ik heb met in-game geld. Wat ik hier heb verdiend. Ja, ik heb ook een vos. Ik wil nog wel beters. Kan je niet een beter ei kopen? Deze is echt heel slecht. Ik heb een poes. Ik wil geen poes. Dat is inderdaad eigenlijk best wel cool. Ik ben zoveel sterretjes aan het verzamelen hier. Ik wil die raket gewoon kunnen kopen strakjes. Hoeveel van die raketjes heb jij nu daaronder? Ik heb nu 11.000 punten, staat er. 11.000? Dat is echt veel. Yep. Ik denk dat ik je ga inhalen, omdat ik natuurlijk dubbel. Maar dat kost me wel 100 Robux. Oké, ik moet toegeven. Ik heb 100 Robux uitgegeven. Ik word zo ver gelanceerd op dit moment. Dit is niet normaal. Ik ga naar de maan. Ik ben bijna bij de maan. Ben je bij de maan? De maan ziet er zo mooi uit van dichtbij. Bijna. Ik heb nooit verwacht dat ik de maan van dichtbij zou zien. Oké, ik ga het ook proberen. Kijken of ik hoger kom. Klik. Ben je bij de maan? Ja. Wacht, ik ga ook naar de maan. Ik hoop dat ik bij de maan ga. Hoeveel punten had jij? Je had er 10.000 nodig. En ik ben er. Huh? Ik heb het net gehaald. Alles ziet er hier zo mooi uit, Jesse. Ik probeer het. Ik kom eraan. Ik ben echt keihard aan het vliegen. Ik zit nu op 9.000. 9.500. Alex, ik haal echt de maan net niet, volgens mij. Oh, je moet beter klikken, Jesse. Dan kom je hier pas wel. Ik ben aan het klikken. Kom op, bijna. Ik heb hem! Ik heb hem! Maar welkom op de maan! Misschien worden we wel weer buren. We zijn weer buren! Zijn we weer buren? Zitten we nu in de nieuwe wereld? Ik zie alleen een maantje in mijn beeld. Yes, zie je ook wat ik zie? Je hebt dus blijkbaar een wiel waar je aan kan draaien. En op die manier kan je blijkbaar echt heel veel centjes krijgen. Of super een wiel draaien. Ik heb een potion gekregen. Oh, ik ga ook aan het wiel draaien. Oh, ik wil die pet hebben. Ik heb aan het wiel gedraaid en ik mag nog een keer aan het wiel draaien. Wat heb ik daar nou aan? Ja, ik heb dus een potion gekregen, waardoor ik nu superveel geluk heb, blijkbaar. Ik heb ook superluk. Misschien moeten we een eitje openen. Oh, maar die kost 1000 euro, dat eitje. 1000 euro? Welke? Oh, die kan ik kopen. Oh, dat, zullen we dat doen? Zullen we dat doen? Oké, dat is goed. Heb jij ook genoeg geld? Ja, ik kan er zelfs 2 kopen. Oh, wat? Dat is echt heel veel. Ja, ik heb net heel veel geld. Okay. Ik heb een steen. Ik heb 2 stenen. We hebben letterlijk een steen hier uitgekregen. Ik heb 2 stenen. Ik heb nog helemaal niks aan 2 stenen. Hier hebben we echt helemaal niks aan, inderdaad. We moeten echt betere spullen krijgen. Alex, heb jij ooit een ijswereldbol gezien? Zie je dat een rechtsboven? Een ijswereldbol? Helemaal rechtsboven. Dat heb is ik dat nog nooit Jupiter? Ik weet niet of dat Jupiter is. Ik heb Saturnus? Nee, Saturnus heeft van die ringetjes, hè? Het lijkt net alsof Saturnus altijd getrouwd is. Ik denk dat dit IJzerus is. Ik denk dat de planeet zo bestaat hier. Ik weet het niet. Heb jij niet ook echt superveel meer geld omdat jij dingetjes hebt gekocht? Hoeveel centjes heb jij nu al? 72 euro. Dat is zo weinig! Ja, maar ik heb wel 20.000 van die raketjes onderin. 20.000, ik heb er 23.000. 23... En dat terwijl ik niet eens wat heb gekocht. Hoe dan? Oké, ik moet nog een keer aan het rad draaien, want... Oh nee, ik heb geen spins meer. Ik dacht dat ik nog een keer aan het rad kon draaien. Ik denk dat ik nog maar even omhoog ga. Kijken of ik misschien een nieuwe katapult kan halen. Oh, dit gaat zullen zo snel. Zullen we kijken wie het verste komt? Oké, ik probeer in de buurt van de ijsplaneet te komen, maar ik weet niet of ik genoeg benzine heb. Alex, ik ben mijn katapult kwijt. Is deze van mij? Oh ja, deze is van mij. Ik moet erbij denken. Jouw katapult staat hopelijk naast die van mij, hè? Dat weet vliegen, je. Vliegen. Ik zie de ijswereld al. Alleen de ijs is echt heel erg ver. Ik kom net niet hoog genoeg. Je moet dus blijkbaar genoeg sterretjes zien te verzamelen in de andere wereld. En dat is hoe hoog je ongeveer gaat komen. Oh, dan moeten we nog meer sterretjes verzamelen. Ja, we komen nu niet verder dan 20.000. Je komt er net onder de 30.000 uit.
Kan ik jou inhalen? Nee, mijn poppetje stopt er weer mee. Oh. Ik krijg zoveel geld. Ik heb 3.500 euro gekregen. Dan kan je nog zo'n eitje openen. Zullen we nog zo'n eitje openen? Oké, dat is goed. Laten we kijken of we er nu wat beters uit gaan krijgen. Ik ben nog even naar beneden aan het vallen. Ik kom eraan. Waar ben je? Waar ben je? Ik ben heel veel centjes aan het harken hier zo. Centjes aan het harken? Wacht eens even. Voordat ik dat ei ga openen, zie ik dat je bij mij naar huisje op bezoek, zou ik zeggen. Jouw huisje op bezoek? Heb jij een huisje? Mijn huisje, mijn voormalige kattenpult, laat ik het zo zeggen. Ja, wat is daar... Oh, ik weet al wat je kan doen. Ik kan eerst een raket kopen! Een rode raket! Ik heb ook deze een raket. Deze is zo cool, Jesse. Deze raket die heeft dus echt 2000 paardenkracht, hè? Zullen we hem tegelijkertijd uitproberen? Kijken wie er hoger komt. Jij hebt ook een raket? Oké, dat is ook goed. Laten we even mijn stappen, is beter. Ja, ik zit erin. Let's Jesse, ik hou me vast aan de zijkant van de raket. No! Er is helemaal niemand. Ik wil erin zitten. Ik wil er ook in zitten. Want Alex, wist je dat je in de ruimte niet kan ademen? Dus dat dit misschien niet heel erg slim is wat we nu doen. Ik hou me ademen! Jij gaat ook echt veel hoger. Hoeveel punten heb jij? Ik ben nu bijna om 30.000. Maar op zich ging het met die kattenpult ook best wel snel. Ik ben aan het klikken voor mijn leven. Maar ik heb net de 30.000 niet gehaald. Ik ben alweer op de grond. Ik zat op 23.000. Ik moet echt veel meer punten scoren. Maar ik heb wel een nieuwe highscore. Dat is wel leuk. Oh, dat is heel gaaf inderdaad. We zouden nu wel een eitje kunnen openen. Ik bedoel, we hebben er genoeg centjes voor. Oh, we kunnen die van 3.000 openen. Oh, inderdaad. Die is veel beter. Die zag ik helemaal niet. We gaan deze openen. Oh, daar kan je zelfs een legendary uit krijgen. En ik krijg... een legendary zijn. Ik krijg een epic. Een epic. Een crawler. Heb jij ook een epic? Yep. En ik kan er nog eentje openen. Dus laten we dat maar gewoon doen. En ik heb een lieve zeehond. Waarom kun jij er nou weer nog een openen? Ik wil er ook nog een openen. Omdat ik die pets heb ik ineens een score van 100.000. 100.000? Ik weet trouwens waarom die pets weggaan. Die pets die kunnen dus ook van die sterretjes voor jou verzamelen. Die redden er gewoon naartoe. Dus die gaan ook op onderzoek uit. En ik heb nu al mijn beste ingesteld. En die nieuwe die we hebben gekregen, die heeft een score van 75. Dat is echt de beste. 75? Oh, dat is wel goed. Maar die steen is echt maar 10. We hebben echt betere pets nodig. We hebben nog meer nodig. Hoeveel score heb jij nu? Want ik denk dat ik eigenlijk al naar de nieuwe planeet kan hiermee. Wacht op mij. Ik ben even sterretjes aan het verzamelen. Maar iedereen pakt die sterretjes en zet het voor mijn neus weg. Dat vind ik echt niet leuk. Dat zijn mijn huisdiertjes. Dat is mijn egeltje en mijn zeehondje. En wat had ik nog meer voor huisdier? Een pinguïn. Ik dacht dat jij een pinguïn had. Ik heb geen pinguïn, Jesse. Had ik maar een pinguïn, want ik was lekker op de Noordpool geweest. Maar nu zit ik op deze ijsplaneet. Ja, maar we gaan straks naar de Noordpool. Nee, we zitten nu op de maan, Alex. We gaan naar de ijsplaneet. Of ben jij er al? Jesse, voordat ik naar de maan ga, ga ik wel nog één dingetje doen. En dat is mijn raket upgraden naar een nieuwe raket die wat beter tegen de kou kan, denk ik, daarboven. Alex, je gaat niet naar de maan. Je bent al op de maan. Ja, ik bedoel naar Jupiter. We gaan naar Jupiter. Oh, ik heb nog steeds geen 100.000 punten. Hoe kun je zoveel punten krijgen de hele tijd? Je hebt gewoon veel betere diertjes. 134.000. 134.000? Hoe kan je er nog ineens 100.000 hebben? Ik had wel potions gekocht, maar die potions die werken helemaal niet. Ja, ik had dus een gelukspotion gekregen, niet gekocht. Ja, maar die had ik ook gekregen, maar het werkte niet. Misschien pak ik gewoon wel veel betere sterretjes op. Ik bedoel, ik heb mijn huisdiertjes erop getraind dat ze alleen maar de beste van de beste sterretjes als eten nemen. Ik heb hier een diamantje. Ik weet niet waar ik met een diamantje kan. Ik heb 154 diamantjes, maar ik weet niet wat je ermee kan. Ik heb zoveel zin om naar die nieuwe planeet te gaan. Ja, kom dan. Ik heb ook 100.000. Kom, we gaan. Ik ben er klaar voor. Let's go. Oh, die krijgen we heel veel geld en hopelijk kunnen we dan meteen daar weer een nieuw diertje kopen. Oh, okay. Gaan we kijken wie er... Oh, Jesse, wacht op mij! Hallo, je gaat niet zonder mij! Oh, oké, je bent gelanceerd. Doei, ik kom eraan naar de ruimte! Let's go! Ik ga echt super snel, maar ik ga het echt maar net halen. Ik moet al wel echt keihard klikken, denk ik. Ik ga zo snel, ik kan niet eens wat zien! Waar is die andere planeet? Daar is die andere planeet! Ik kan jou ook niet onder me zien. Ik ben bijna op de planeet. Ik moet nog 10.000. Jesse, het lijkt wel dat je aan het inhalen bent aan de rechterkant. Nee, maar het inhalen... Bijna wel! Alex, niet zo snel. Ik zie jou niet. Je gaat me inhalen. Je gaat me inhalen. Nee! We zijn er. Okay, ik heb 100.000. Nieuwe planeet. Oh, ik ben nog niet op de nieuwe planeet. Wacht eens even. Ja, ik wel! Ik ben nog niet op de nieuwe planeet. Ik moet nog een keer vliegen. Dit vind ik echt niet leuk. Ik heb 10.000 euro. Yes, je bent wel op de nieuwe planeet. Helemaal niet. We staan toch op de maan? Dit is de maan. Ik sta inderdaad nog op de maan. Hoezo staan we nog steeds op de maan? Dat weet ik niet. Misschien moeten we een betere raket hebben. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Misschien was mijn raket niet zo koud. Alex, we moeten eerst hierop klikken. Er staat hier een knop. We moeten op deze knop klikken. Inderdaad. Wow,
Kijk welke raket ik heb. Die naar de zon gaat. Alex, kijk welke raket ik heb. Ik heb een gouden raket. Een gouden raket, daarmee kan je sowieso naar de zon. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar het volgende wat ik unlock is een TNT. Een TNT raket. Wow, die is echt mega. Oké, ik ga ook een nieuwe raket kopen. Het is een Minecraft TNT. Kan je niet nog een nieuwe raket kopen? En nog één. Ik ga een nieuwe raket kopen. En de volgende is TNT. Die moeten we hebben. We moeten die hebben. Misschien dat we nog een keer kunnen lanceren met onze raket, zodat we dan weer een nieuwe kunnen kopen en marsmannetjes kunnen tegenkomen. Denk je niet ook dat marsmannetjes alleen maar marshmallows eten de hele dag? Weet ik niet, maar ik heb het heel erg koud. Ik ben niet echt bezig met marshmallows, want we zijn namelijk op de nieuwe planeet. Zullen we het gewoon proberen? Zullen we een raket testen? Oké, ik vind het helemaal goed. Ik ben er klaar voor. Oké, dan gaan we. Wat is de volgende? De volgende is een dino-wereld of zo. Oh. Dino-wereld, dat is zo cool. Het is een soort dino. Wow. Ja, ik ga echt mega snel naar die andere planeet nu. Dit is niet normaal. Nu al? Ga je nu al zo snel? Ik zie jou niet. Yes. Ik hou jou in. We zijn nu al op de nieuwe planeet. Ik ga niet zo snel. Ben jij nu op de nieuwe planeet? Nou, maar ik ben er weer langs gekomen. Ik kan niet verder dan dat. Ben je op... Hè? Hoeveel punten heb je dan wel niet? Heb je 1 miljoen punten? Ik heb 173.000 punten. Ja, maar om op de nieuwe planeet te komen, moet je 1 miljoen hebben. 1 miljoen? Ja, dat zie je toch. Rechtsboven staat 1 miljoen. Dat heb jij toch nog helemaal niet. Ik zie alleen maar 100.000 staan. 100.000? Welke planeet zit jij? Ik zit bij jou op de maan. Oh, ik zie 1 miljoen en dan zie ik een dinoplaneet. Oké, dan zien we blijkbaar allebei een klein beetje iets anders. Zie jij wel hetzelfde eitje als dat ik zie? Een 10.000 euro eitje. Nee, ik zie nog die van 3.000 euro. Wacht eens even, ja, ik zie al wat er mis is. Ik moet naar de ijswereld. Zo, wacht eens even. Ik kan op deze manier lanceren naar de nieuwe wereld. Eindelijk! Ik dacht al, ik vond dat zo... Oh, ik snap het al, we zitten de hele tijd in dezelfde wereld. Alleen dan ook weer niet of zo. Ik snap er eigenlijk zo helemaal niks van. Dat is wel gek inderdaad. Maar hier is de score dus blijkbaar een stuk hoger. En jij had echt een heel grote voorsprong kunnen maken hier. Ik dacht dat jij ook op deze wereld zat. Ik ga op een andere planeet. Ja, maar we kunnen zeggen dat ik naar boven moest komen. Ja, sorry. Ik ga een eitje openen. Ik wil ook een nieuw eitje openen. Misschien krijg ik wel een nieuwe beste vriend voor het leven. Ik krijg een ijspuppy. Wat heb ik nou weer? Een ijspuppy. Oh, ik heb 170.000 punten. Er zijn ook allemaal eitjes die we nog moeten unlocken, lijkt het wel. Er zit een slot op. Ja, maar dan moeten we eerst genoeg geld hebben. Oh, je moet eerst een ander eitje openen. Maar dan heb ik 30.000 euro nodig. Dat is echt heel erg veel. Ik heb een epische polarbeer gekregen. En heb jij een epische? Hij heeft een score van 100. Mijn had een score van 75. Oh, dat is en ook ik heb een goed. Arctic puppy gekregen. Ik heb er maar 2 geopend, dacht ik. Dat vond ik wel leuk. 2? Alex, je kon beter sparen. Dan kan je die van 30.000 openen. Maar die kan ik helemaal nog niet... Oh ja, die zie ik nu inderdaad wel. Daar had je eerst die andere voor moeten kopen. Je hebt misschien wel een klein beetje gelijk, maar dat geld heb ik zo terugverdiend. Je weet niet wat voor goede ondernemer ik ben. Weet je wat ik denk ik ga doen? Ik denk dat ik gewoon weer even ga vliegen en dan hopelijk krijg ik dan mijn TNT-raket. Dat lijkt me zo vet. Yep, ik wil die ook hebben! Laten we naar de maan gaan! Deze maan ziet er heel erg uit als een soort Fortnite-map. Ja, het is een dinosaurus-map. Ik zie het inderdaad. Er zit echt een mega dino op. Zo'n hele grote dinosaurus. En ik zit nu bij 200.000. Jij bent echt veel sneller dan dat ik ben. Jij hebt echt veel betere dieren. 300.000, 330.000, 40. Jij hebt echt veel betere pets dan dat ik heb. Dat is echt niet leuk. Soms moet je niet geld betalen om te winnen. Soms is het gewoon degene die het beste is in het spel wint daadwerkelijk. Nee, jij had gewoon geluk. Zullen we nog een eitje openen? Een stuk beter in het spel. Zo, ik heb nu al 30.000 euro. Zullen we dat eitje openen? Ik ben heel benieuwd wat we krijgen. Ik koop eerst alvast de nieuwe TNT-raket. TNT-raket? Dit is letterlijk een blok TNT. Zullen we een wedstrijdje doen? Wie het hoogste komt met onze nieuwe raket? Ja, dat is goed. Maar ik wil eerst een nieuw eitje openen. Ja, ga mijn nieuw eitje openen. Wat heb ik trouwens gekregen? Ik zat niet op te letten. Er is een soort gele slak achter je aanlopen. Ja, maar die gele slak is net zo snel als bij een epische diertje. Dus ik heb er echt helemaal niks aan. Het lijkt nog wel alsof dit eitje een soort van op slot staat. Maar je kan hier dus echt een hele goede kans uit krijgen dat je een legendary krijgt. Ik krijg een gouden Arctic puppy. Je hebt dezelfde. Oké, we gaan een wedstrijdje doen. Ja, wie maar hij is wel heel lief. Zullen we dat doen? Wie het hoogste komt, die wint. Oké, dat vind ik helemaal goed. Ik heb namelijk een score van bijna 400.000 euro. 400.000 euro? En mijn raket TNT is denk ik een stuk beter dan dat die van jou is. Jij hebt groene TNT. En nee, rode TNT is beter. Rood is toch een mooie kleur. Boom! Oh nee, zeker niet. Zie je wel? Ik ben veel hoger. Deze bom. Ik ben veel hoger dan dat jij bent. Oh. Ja, omdat ik heb jou nu al ingehaald. Ik was een stuk later dan jou de lucht ingegaan, oké? Je hebt me ingehaald. Dit meen je niet. Nou, ik vind het wel leuk geweest. Ik durf ook helemaal niet naar de enge skeletten dino-wereld. Ik ga nog steeds een echt
door. Hoe ga jij zo hoog? Ik zit op 420.000. Jesse, ik denk dat ik een betere astronaut ben dan dat jij dat ben. Jij hebt de betere raket. En dit was de video. Klik even hier of hier een andere video te zien. Dan wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...